Ik ben Jeroen de Boer en jullie zitten nu in Frisklab, het mobiele bibliotheek, FabLab, fabricagelaboratorium van Friesland. Wij hebben de aanvraag voor de Simuleringsaward gedaan omdat wij het belangrijk vinden dat de dingen die bibliotheken vandaag de dag doen met FabLabs, dat die aandacht verdienen. Wij zijn de bibliotheek van de toekomst omdat wij doen aan andere manieren van kennis delen. Het idee is namelijk dat zo'n apparaat als een printer niks doet uit zichzelf. Die doet pas iets wanneer die een ontwerp gevoed krijgt. En het mooie is dat binnen een omgeving van een FabLab alles wat je ontwerpt ook beschikbaar komt voor anderen. Aan deze kant hebben we ontwerpprogrammatuur staan. En met ontwerpprogrammatuur geef je vorm aan je idee. Je idee kunnen vastleggen, modelleren, vraagt ook een bepaalde denkwijze. Hè, want je moet een beetje ruimte gaan denken. Maar daar hebben we heel eenvoudige programmatuur voor. Hier maak je een ontwerpje en dat gaat vrij snel, is dat beschikbaar. Dus dan kun je ook heel snel iets laten zien. Dan hebben ze al heel gauw dat gevoel van, ik heb wat ontworpen. En nou heb ik het ook hier, kijk, nou is het tastbaar geworden. Nou is je idee tastbaar gemaakt. Alles wat je maakt, deel je met anderen. Je ontwerp gaat namelijk in de cloud. En dan kan iedereen, all over the world, kan jouw ontwerp ook gebruiken en desnoods verbeteren. Want je hebt het open beschikbaar gesteld. Wij hopen dat als scholieren onze bus verlaten hebben, als ze een workshop hebben gedaan en van les hebben gevolgd, dat ze zich realiseren dat ze hier echt iets mee kunnen. Mensen maken de meest mooie dingen tegenwoordig en dat doen ze omdat ze toegang hebben tot kennis en technologie. Dat is onlosmakelijk verbonden met FabLabs, maar ook met bibliotheken. En in deze omgeving brengen we dat samen. En er is eigenlijk geen mooiere tijd dan nu om dat te doen.